Dit is Antarctica op een kaart. De laatste jaren heeft het hoe langer hoe meer bekendheid gekregen door de expedities. Men vertelt van een der laatste Amerikaanse expedities en de tocht die we zullen volgen vond plaats in het Victoria. Scott Base was het beginpunt. En dat ligt slechts enkele mijlen van McMurdo, dat als het ware de toegangspoort tot het Zuidpoolgebied genoemd kan worden. De leden van de expeditie. Taylor, die zich vooral bezig hield met het bodemonderzoek. Weihaupt, de seismoloog. Smith, van beroep psycholoog, evenals de vorigen van Amerikaanse nationaliteit. Zo ook Roberts, die de zorg had voor de navigatie. De assistent-glacioloog, Mr. Heine, afkomstig uit Nieuw-Zeeland. Mr. Stewart, eveneens Amerikaan, die hier de koers bepaalt met behulp van een zonnekompas, een instrument dat in deze streken geen overbodige luxe is. Mr. Jackman, de marine cameraman, aan wie u veel van deze opnamen te danken hebt. Monsieur Lorius, een Fransman, wiens interesse de kant van de geofysica uitgaat, maar die het daarbij behoorlijk koud heeft. En hier de leider van de expeditie, ingenieur F.G. van der Hoeven, seismoloog, die als Nederlands deskundige was uitgenodigd aan het hoofd te staan van dit internationale gezelschap. En die tenslotte is Tommy, de mechanicien, achter het stuur van een van de snowcats, zoals deze voertuigen worden genoemd. Vele maanden zou deze tocht door de barre eenzaamheid duren. En niemand wist tevoren met enige benadering wat ons in die maanden te wachten zou staan. Eindelijk dan, in de tijd dat bij ons in Nederland de winter nadert, op 16 oktober 1959, was het moment aangebroken om te vertrekken. Het was een mistroostige grijze dag, die 16e oktober. Hoewel de poolzomer in het vooruitzicht lag en dit eigenlijk dus een lentedag zou moeten zijn. Maar zomer in de poolstreken is een iets wat ander jaargetijde dan wat wij zomer noemen. We namen afscheid van de bewoners van Scott Base. Met wie we in de lange winter zeer bevriend waren geraakt. En verzamelden ons bij de voertuigen die ons naar we hoopten ver in de witte woestenij zouden dragen. Het eerste deel van de tocht voert ons over de Ross Ice Shelf. Onze snowcats, voertuigen die zich voortbewegen op rupsbanden, en die in deze streken daarom praktisch de enige mogelijkheid zijn om een expeditie als de onze enige kans op slagen te geven, voerden ons op korte afstand van Scott Base langs een meetstation, dat daar een jaar eerder was gevestigd. Daardoor konden we nu de jaarlijkse beweging van de ijsoppervlakte bepalen. We konden de zeediepte onder het ijs meten door middel van een seismische echo-methode. En tenslotte werden ook de bergtoppen die zich in de verte aftekenden gekarteerd.
Ook in Antarctica blijft de maag normaal werken. En een stevige maaltijd is vaak een goed middel tegen de kou. Expedities die lang geleden werden gehouden, vonden vaak een jammerlijk einde omdat men geen radio had en er geen enkele mogelijkheid tot contact met de buitenwereld was. Tegenwoordig maken we gebruik van moderne hulpmiddelen. Helikopters en vliegtuigen kunnen ons in enkele uren bereiken wanneer wij er per radio om vragen. Hier is een helikopter die ons enige nieuwe instrumenten achterna brengt. En dit heeft niets te maken met een verschil van mening, maar het is slechts een spiegelgevecht om warm te worden. Als de helikopter weer afscheid van ons neemt en terugvliegt naar de Amerikaanse basis McMurdo, zetten wij onze tocht voort over de Ross Ice Shelf, zoals dat gebied hier heet, op weg naar de Skelton Gletsjer, die we zullen moeten bestijgen op onze route naar de polaire hoogvlakte. Deze gletsjer vormt praktisch de enige toegang tot het Victoria Land plateau. Deze route werd voor het eerst gebruikt door Sir Edmund Hillary, die in 1957 een aantal depots ging vestigen als voorbereiding voor de grote Trans-Zuidpool-expeditie van Dr. Vivian Fuchs in 57-58. Als we deze gletsjer willen bestijgen, zullen we een hoogteverschil van ongeveer 3000 meter moeten overwinnen en behalve de ijzige wind die deze gletsjer steeds afstroomt, de grootste moeilijkheid: de talrijke spleten in het ijs die onzichtbaar zijn door de sneeuw die ze bedekt. Het is als een mijnenveld. Alleen in dit geval met gaten die soms zo groot zijn dat een van onze voertuigen er volledig in kan verdwijnen. Als verkenner sturen we daarom de Snowcat voorop die aan de voorzijde een zogenaamde detector heeft. Met aan de onderzijde een soort ronde pannen die moeten reageren op instrumenten binnenin de Snowcat. En die daardoor verborgen spleten aangeven. Maar dit apparaat werkt niet feilloos. En daar ondervinden we al gauw de moeilijkheden van. Ondanks de detector rijdt het voertuig toch in een verborgen split en zit voorlopig muurvast. We waren toen al achter op ons tijdschema, maar er was niets aan te doen, we moesten hem eruit slepen. Eerst de slee achteruit trekken. Daarna konden de kabels worden aangehaakt en met alle macht trekkend kwam het voertuig weer vrij.
Eindelijk is het dan zover dat we weer verder kunnen. We zijn door dit voorval iets wat nerveus geworden. En dit blijkt al gauw niet zonder reden te zijn. We trachten met de verrekijker een doorgang te vinden. En via de radio worden de achterblijvers gewaarschuwd dat we verder kunnen. Fel jaagt de sneeuw en de temperatuur is meer dan 40 graden beneden het vriespunt. We voelen ons onzeker worden en dichter bij de bergen gekomen krijgt dit voorgevoel gelijk. Twee snowcats komen in Spleten vast te zitten. Met behulp van balken die zorgen voor de ondersteuning, moeten ze worden losgetrokken. Twee en een halve dag verloren we op het tijdschema, onze weg zoekend tussen de spleten die als haaien onder de oppervlakte van de bedriegelijke sneeuw lagen te wachten, om onze voertuigen plotseling naar beneden te trekken.